Heel VVV, maar we beginnen met MVV, want daar kwam het nieuws gisteravond vandaan over een nieuw tenue. Een speciaal tenue voor de maand oktober. Dit is het, speciale André Rieu-shirt in het blauw. André Rieu, het lijkt toch echt op de meneer tegenover mij. Heb jij het daarvoor? Goed dat je mijn carnavalsfoto niet hebt, maar dat kon ik echt sprekend zijn. Ja. Je bent echt van alle markten thuis, hè? Onder andere deze. Ja. Nou ja, als er maar muziek in zit dan. Wat vind je van een shirt, Sam? Ja, ik vind het bijzonder, lijkt het zo. Ja. Weet niet wat jij ervan vindt. Twee uitwedstrijden, twee thuis. Ja, thuiswedstrijden dus ook in het blauw, hè, inderdaad, MVV. Ja. Drie zelfs, hè, met de bekerwedstrijd. Kijk, ik woon bij André Rieu in de straat. Let, dat is wel een straat van 3,5 kilometer. Ik zie hem bijna iedere dag met zijn hondje en zijn vrouw. Ja, voor mij had het niet gehoeven. Ja. Heb je nooit geluisteroverlast trouwens als je bij Rieu in de straat bent? Nee. Hij wel van mij. Maar, dat wordt wat als wij 75 worden. Ja, maar ik vraag me ook af. Kijk, Rieu is voor Maastricht en voor Nederland. Wat even een super visitekaartje enzovoort. Maar wat heeft MVV hier aan? Ja, exposure. Misschien inderdaad aandacht, omdat het een wereldster is. Ja. Misschien de verbindingen. Ik vind het wel leuk om een keer vanuit het voetbal een andere verbinding te maken voor de stad. Ja. Maar vind ik wel leuk. Het is ook een grote inspiratiebron, hebben we gezien op Twitter, of op X moet je tegenwoordig zeggen. Joey Steeg, VVV-fan, die zei van ja, als MVV komt met een 75-jarige Rieu-shirt, dan wordt het misschien tijd voor een venloos friet-ei-shirt. Marco, is dat ooit een overweging geweest in jouw tijd? Hebben we nooit over nagedacht. Nee. Wel regelmatig over shirts, bijvoorbeeld met carnaval, vastelof en tanden. Dat is wel creatief. Dat doet de MVV natuurlijk al een aantal jaren. Ja. Dat soort dingen. Kijk, die zijn op zich, vind ik die wel heel erg leuk. Die passen bij de cultuur, bij de omgeving. Maar friet-ei is nog nooit voorgekomen. En thuis zou ik graag in een rood-wit shirt spelen. Had Rieu ook op gepast. En nog beter is het misschien als er dan ook nog eens een sponsor opkomt die nog wat extra geld geeft. Want ludiek zoals het is, het heeft niet echt een doel voor mij. Ja.